Hey iedereen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video hier op Alles Games. Mijn naam is Roy en vandaag kijk jij weer heel erg leuk, hoop ik dat het leuk is, naar een nieuwe speedbuild video hier op Alles Games met een nieuwe speedbuild video. Ja, dat hoor je goed, dat heb ik nu al 10.000 keer gezegd. Maar dat gaan we zeker doen, want vandaag gaan wij een bioscoop maken in The Sims. En dit is een, dit had iemand achtergelaten bij mijn laatste speedbuild video. Ik weet het nou niet meer, ik heb het nog ergens opgeschreven, maar ik ben dat dus kwijt. Sorry daarvoor, maar als je dus dat hebt gezegd, dit is voor jou eigenlijk. Dus dit was jouw idee, dus dat gaan we gewoon doen. Sorry dat ik je naam heb vergeten. Oh mijn god, ik voel me heel erg dom. Maar in ieder geval, je kijkt dus lekker naar een nieuwe speedbuild video. En uiteindelijk ben ik best wel blij ermee, maar ook weer niet. En het is best wel een uitdaging geweest om een bioscoop te maken. Want heb je bioscoopmeubels in The Sims? Nee, dat heb je niet. Maar wat heeft Roy gedaan? Roy heeft wat dingetjes gedownload van het internet voordat hij begon met bouwen. Dus, het ziet er wel heel erg leuk uit. Maar ik had het beter in mijn hoofd dan dat het uiteindelijk is geworden. Maar weet je, dat maakt niet uit. De voorkant is echt super mooi. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat vind ik het mooist. En de binnenkant vind ik een beetje... Ja, had ik beter kunnen doen. Ik weet niet wat ik me bezielde. Maar ja, ik vond het niet echt perfect of zoiets. En wat je ook gaat zien, is dat ik even iets heel anders ga doen wat ik normaal doe. Want ik word een beetje gek van mezelf dat ik constant hetzelfde doe in elke speedbuild video. Een beetje modern dit, modern dat. En dan weer dezelfde kleuren gebruiken en dezelfde meubels. En daar word ik een beetje gek van. Dus wat ik heb gedaan, dat ga je dadelijk zien. Het is namelijk een roze gebouw. Ja, met rood. Het is wel een leuke kleurencombinatie. Ik doe het ook wel eens met mijn grafische werk. Het is zo even anders. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Maar ja, ik weet niet. Ik heb gewoon even wat anders gedaan. Ik dacht van, weet je, we doen ze even gek. Dus ja, dat is het een beetje. En wat ik heb gedownload, zeg maar. Wat voor meubels dat zijn. Trouwens, eventjes tussendoor. Ik bouw altijd op zonsondergangsmodus. Want dat vind ik het mooist. Want middag dan zijn de kleuren allemaal zo lelijk. Dus daarom doe ik dat trouwens. En wat wil ik zeggen? Oh ja, wat voor meubels ik heb gedownload. Het zijn namelijk filmposters. Daar ging een kaars. Die ik aanraakte, want ik deed iets op mijn tafel. Ja, weet ik niet. Het zijn filmposters. En je gaat ze dadelijk ook zien. Er is zelfs ook een Harry Potter poster. Like, oh my god, kijk, daar is die. Zagen jullie dat? Oh mijn god, dat is toch amazing. En het is niet echt Harry Potter zelf. Het is echt een Sims versie ervan. Dus iemand heeft dat echt gemaakt. Alsof die, de poppetjes zijn ook echt Sims. En er staat ook Sims tekst op. Het is echt super cool gedaan. En er zijn echt super veel films. Dus ik weet niet meer waar ik het heb gedownload precies. Maar ik heb gewoon bij Google ingetikt van, wat was het? Cinema Stuff Sims 4 of zoiets. En toen vond ik deze download. En als je nou ooit een keer benieuwd bent naar hoe je downloadbare dingen, aangepast materiaal heet dat dan ook. Zo noemen ze dat in de Sims 4. Hebben we wel eens filmpjes van gemaakt. Bo heeft dat ook wel eens gedaan met kleding. En dat is precies hetzelfde eigenlijk. Dus die moet je eventjes op gaan zoeken. Gewoon al deze games downloaden of zo. Weet ik veel, dan vind je het wel. Maar eigenlijk is het niet zo lastig. Je downloadt zo'n bestand. En dat is meestal een zip bestand. En dat is zeg maar een soort, dat kan je zien als een pakketje. En dat moet je dan uitpakken. En daar zitten bestanden weer in. En die bestanden moet je in een mapje slepen. Bij de documentenmap, Electronic Arts, The Sims 4 en dan bij mods. Oké, Roy, dat hebben we allemaal niet onthouden. Maar, en niemand boeit het. Maar oké, bedankt voor je informatie. Alsjeblieft. Nou, in ieder geval, de buitenkant is voor nu eventjes af. En zoals je zag, die posters zagen er echt super cool uit. Ik ben er echt, daar ben ik het blijst mee. Is dat een woord? Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dat die buitenkant met die muren, met die posters allemaal. Ik weet niet, ik krijg er echt een beetje een pâté vibe van. En als je, ik weet niet of je dat hebt in België. De pâté, dat is onze bioscoop. Nou ja, we hebben ook andere bioscopen. Maar die is heel erg bekend hier in Nederland, de pâté. En die heeft ook altijd van die posters. Eigenlijk heeft elke bioscoop dat wel hangen. Dus ik moet niet zo zeuren. elke bioscoop heeft wel gewoon zo van die posters buiten hangen. Om gewoon mensen binnen te fixen. Zo van, hey, kom eens even lekker naar de film. Wij bieden deze film aan. Kom kijken, nu.
Dus ja, oké. Okay. Er zijn 4 zalen in deze bioscoop. 2 beneden en 2 boven. En de 2 beneden vind ik het mooist. Omdat je daar ook dan het raampje hebt waar zeg maar de beamer, of nou ja, weet je wel waar het beeld wordt opgeschijnd. Weet je wel, nee, je snapt wat ik bedoel. Er is zo'n camera achterin door zo'n raampje heen. En dat is wel in deze, die 2 hier beneden. Maar boven is dat niet omdat die bioscoopzalen tegenover elkaar zitten. Heb ik niet goed over nagedacht. Oh jee. Waar ik nu helemaal niet blij mee ben, echt helemaal niet, is dit. En dit is zeg maar de balie, of nou ja, dit is gewoon een beetje de aankomst ding. Weet je wel, waar je ook popcorn kan halen. Ik ben er zo niet blij mee. Het is zo'n ongeregeld zooitje. Het is zo niet mooi. Ik ben er zo niet trots op. Ik dacht van, nou, doen we dit. En een beetje die vloer zou ik ook nooit doen. En ik werk nooit met rood. Maar ik dacht van, ja, dat past wel bij een bioscoop. Dus ik heb het gewoon gedaan. Hé, zijn jullie niet trots op mij? Ik hoop het voor wel. Ja, ja. Oké. Okay. Dus ik heb gewoon rood gebruikt en tapijt. Nou, het is echt niet mijn ding. Maar ik heb het wel gedaan. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar uiteindelijk... Ja, ik denk niet dat het door de vloer en door de muur komt. Maar ik weet niet. Ik was er gewoon niet erg trots op. Ja, ik ben toch uiteindelijk wel voor een houten vloer gegaan. Want ik vond het toch wel iets netter als... bij de binnenkomst. Hoe is het te gapen, jongens? Holy damn. Heb je dat ook wel eens? Gewoon, weet je, gewoon even lekker gapen. En dan in de bioscoopzaal, dan ligt er wel zo'n soort tapijt. Van stel je morst, je frisdrank of je popcorn, weet je, dan is er niet gelijk paniek. Want het kan er een beetje tegen. En op hout kan dat niet, voor 3 uur lang een flesje cola liggen op de vloer die open is. Nee, dat is iets minder. Dat is, dan zijn ze er minder blij mee. Oké, hier zijn we dus nu bezig met de bar. Nou ja, bar, hier kan je dus ook je popcorn halen. Ik heb ook popcorn gedownload, maar er is geen popcornmachine. En dat vond ik een beetje jammer. Want dat wilde ik eigenlijk wel. Had je allemaal van die bioscoopspullen, maar had je alleen popcorn in zo'n zak. Weet je wel, wat je daar net zag. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar in ieder geval, ik vind het wel oké. En zoals je ziet, dit is de uiteindelijke aankomst. Een bar, weet je wel, waar je popcorn kan halen. En zoals je ziet, ja, ik zat er mee te stoeien. Ik was er echt niet blij mee. Kijk, weet je, het is ook niet heel verkeerd, hoor. Het is niet lelijk, dat zeg ik helemaal niet. Maar het is wel oké. Laat ik het zo doen. nu kwam ik erachter van, shit, waar zijn de toiletten? Stel, je moet heel nodig naar de wc tijdens Batman of Spider-Man of Harry Potter, weet ik veel. Nou, die draaien niet meer, maar oké. Waar moet je dan naar het toilet? Waar moet je even je blaas legen? Nou, dat ken je niet. Dus toen heb ik op de 2e verdieping, heel onlogisch, heb ik 2 hele kleine toiletjes gemaakt waar je je handen niet kan wassen, omdat er geen ruimte was. Hey, super Roy, doe je weer goed. My god, wat erg. Oké, dus beneden heb ik geen toilet, dat is een beetje jammer. Voortaan moet ik echt een lijstje gaan schrijven voor mezelf. Zo van, dit mag ik niet vergeten. En dit moet ik doen. En, ik moet dit niet vergeten. En dan ga ik dat eerst indelen. En daarna ga ik pas verder met echt bouwen. Misschien is dat wel beter. En dan is het wat logischer. En dan kan je echt misschien deze speedbot echt gebruiken. En nu niet echt. En nu is het een beetje onlogisch. En alles werkt niet. Dus ja. Zoals je ziet, ik plaats nu de bioscoopbanken. Ik had ook bioscoopstoelen. Maar als ik die neerzette en ik zet er zo'n stoel naast, dan zaten die niet zeg maar in elkaar. Dus dan moest ik ze steeds in elkaar schuiven. En dan werd het echt een onregelmatig zooitje. Dan was alles schots en scheef, dat weet ik nu al. Dus weet je, het is gezellig. Je zit lekker op een bank. Weet je, vind ik ook leuk. Je gaat toch meestal met z'n tweeën. En als je met je eentje in je eentje gaat... Met je eentje. Oh, goeie Roy. Weet je, dan doe je toch 1 bank voor jezelf gewoon reserveren. Kan je nog lekker zitten ook. Dus waarom niet? Ja, laat me gewoon doen. Wat is jullie favoriete bioscoop in Nederland, jongens? Waar je vlakbij woont, zeg maar. Oh, kijk, daar zijn de raampjes trouwens. Die kon ik daar niet doen, daarboven dus. Mijn favoriete bioscoop is in Hoofddorp. En dat is de Cinemeerse. En dat is echt zo'n fijn bioscoop. Maar, het is niet...
Volgens mij is de paté is volgens mij even duur. De tickets zijn €9,50 volgens mij. Of 9 euro. Het ligt eraan wanneer je gaat. En volgens mij wanneer het 3D is of zo. En dan heb je ook nog VIP of love seats. En dat zijn hele grote leren stoelen. En die kan je ook naar achteren doen. En dat zit heel lekker. Dan zit je helemaal achterin. Maar ja, ik ben een beetje niet slechtziend. Maar ik heb wel een bril nodig voor veraf. Als ik zelfs die bril opzet, ik vind het dan nog steeds heel ver het beeld. Dus we hebben het een paar keer gedaan. Kai, mijn vriend, is er helemaal gek op die VIP stoelen. Dan denk ik van, girl, yes, ik heb overview over iedereen, yeah. En het zit gewoon heel erg lekker, dat wel. En je hebt een beetje privacy, dus dat is ook fijn. Niet dat je gelijk naast andere mensen zit. Dus dat is ook wel cool. Het is echt super cool. Maar het is echt een hele fijne bioscoop. Vergeleken Pathé is dat echt, zijn de stoelen zo ontzettend lekker. In Pathé voel je echt in een vliegtuig. Ik meen het. In een Transavia vliegtuig. Ik heb niks tegen Transavia. Maar jullie stoelen zijn super klein. Daar heb je echt gewoon enorme grote stoelen. Ik kan er gewoon heel de dag in zitten. Het is echt super chill. Heel erg leuk. Een andere favoriete bioscoop is in Bergen op Zoom en in Etten-Leur. Daar heb je namelijk de Cineservice of zo. Een weet ik veel iets. En dan kan je zeg maar op een knopje drukken. En dan komt er iemand naar je toe voor eten. Nou, is dat niet amazing? En dan wordt het ook naar je toe gebracht. Het is echt zo cool. Jongens, we zijn alweer beland bij de screenshot. Ik zit weer lekker te lang te lullen. Hopelijk vond je het een leuke speedbeeld. Ik heb er wel van genoten. Kijk, wat je nu ziet. Ja, dit kon een stukken beter. Ik vind het echt jammer. Maar wie weet kunnen jullie het ooit een keertje gaan veranderen voor mij. Als jullie hem gaan downloaden. Dan moet jullie het even naar mijn toe sturen. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar deze staan nu nog niet online op de galerij. Ik zal het binnenkort eventjes weer naar Bo toesturen. Want Bo moet het uploaden. Want mijn Origin heeft nog steeds kuren. Ik snap er geen hond van. Maar het zal wel. Misschien is het gewoon een dom instelling dingetje wat ik fout heb. Maar in ieder geval, we lossen het gewoon eventjes zo voor dan op. Dus dat is ook wel mooi. Hier heb je de tweede verdieping, zeg maar, met de andere bioscoopzalen. En met zo'n balk erboven van welke film er draait. Dus dat is ook wel heel erg mooi. En dit is de andere zaal. Die een kleiner beeld hebt, anders gaat het door de beide kamers heen. Dus dat was het weer een beetje, jongens. Hopelijk vond het heel erg leuk. Ik heb ervan genoten. Dit vind ik het mooiste screenshot. Dus dit is dan voor het eind. Hopelijk vond het leuk. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe dan nog steeds. En laat me weten wat ik volgende keer moet gaan bouwen hier in The Sims 4. Dan zie ik jullie volgende keer weer op Pos Games met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en bye bye.